Vinkel. Het smaakt naar anijs en is een superfood van eigen bodem. Er zijn wel 12 redenen waarom je vinkel wat vaker op je menu zou mogen zetten. Want het heeft een medicinale werking. Nou, goedemorgen allemaal. Welkom bij de Eetlijn. Ik ben Nettie Bom en ik ben leefstijlcoach en coach-trainer. En mijn grote missie is om van Nederland het allergezondste land van de hele wereld te maken. Ik doe dat door 1-op-1 coaching zelf, maar ook door het opleiden van een team van coaches. Zodat over heel Nederland mensen binnen afzienbare tijd bij een coach aan tafel aan kunnen schuiven. En zo hebben we allemaal dezelfde missie en hetzelfde doel. Elke vrijdag ga ik live met een steeds wisselend thema. Dat kan over ziektebeelden gaan, over groenten, over wat dan ook. Veel thema's worden door jullie ingediend, door jou ingediend. Vind ik altijd hartstikke leuk. Dus mocht je nou een thema hebben, laat het alsjeblieft even weten en dan kan ik het hier behandelen. Nou, ook welkom aan de nieuwe mensen die hier voor de eerste keer zijn. Laat het even weten via de chat. En je kunt via de chat vragen stellen en reageren op dingen die ik zeg. Of reageren op andere opmerkingen van de medekijkers. Goed, vandaag dus vinkel, een hele bijzondere groente met echt medicinale werking. Ik kom hier zo meteen uitgebreid op terug. Eerst even kijken wie er allemaal al binnengekomen zijn. Even mijn brilletje erbij. Goedemorgen, Marianne van het Klooster. Katrien is erbij. Beetje scrollen. Anneke Best en Jan, we zijn er weer. Goedemorgen. Cora is erbij. Ina, Lieve, Simone, Alberta, Hilma. Nou, het is weer hartstikke druk. Heel erg leuk, lieve mensen. Oh, ik doe iets niet goed volgens mij. Ja, dan gaat het weer beter. Goed, nou, hartstikke fijn dat jullie er allemaal zijn. We gaan er een leerzame uitzending van maken. Althans, het is mijn insteek. En we gaan een aantal dingen behandelen vandaag. Om te beginnen, wat is vinkel? Maar ook waarom het door sommige mensen geliefd wordt en door sommige mensen eigenlijk min of meer gemeden. Heeft alles met de smaak te maken, kom ik zo meteen op terug. Dan wat je ermee kunt, waar je op kunt letten als je hem koopt. Dan wat je ervan kunt gebruiken. En uiteindelijk, waarom is vinkel zo ongelooflijk gezond dat het zelfs wordt ingezet als medicijn. En dat gebeurt niet zomaar, dan is het nogal wat. Nou, ik heb hier een vinkel bij me. Ik heb hem net al eventjes laten zien. Dit is een prachtige vinkelknol. Deze ziet er echt heel erg mooi uit. Als je hem koopt, kunnen er ook wel eens bruine vlekjes op zitten. En dat is eigenlijk een beetje jammer. Je hoeft het niet te laten, want je kunt die bruine vlekjes gewoon opeten. Er is niet zoveel mis mee. Maar het ziet toch al mooier uit als hij mooi blank is. Nou, deze is echt super vers. En dat kan je ook zien aan de onderkant. Hier zit een heel klein stukje wat ik eraf zou snijden, maar eigenlijk niet noemenswaard. En je kunt vooral zien aan deze topjes dat die eigenlijk nagenoeg niet ingedroogd zijn. Als je hem namelijk koopt en die topjes zijn ingedroogd, die moet je er allemaal afsnijden. Nou, dat is eigenlijk een beetje jammer. Maar deze vinkel die kun je eigenlijk ja, met huid en haar opeten. Het enige wat ik eraf zou snijden is dit hele kleine kontje. En met bruine plekjes bedoel ik eigenlijk wat je hier ziet. Een heel klein bruin plekje zit erop. Nou kun je gewoon opeten, maar soms zit hij helemaal vol met die bruine plekjes. Ja, dan is het niet mijn favoriet. En dan wil ik hem eigenlijk liever niet hebben. Goed, nou, hoe groeit hij nou? Ik heb een plaatje afgedrukt. Zo groeit hij op het land. Dit is dan eigenlijk de vinkelknol met loof wat wel 2 meter kan worden. Hij groeit boven op de grond, dus je kunt hem eigenlijk heel makkelijk oogsten. En zo vind je hem dan inderdaad uiteindelijk in de winkel. Nou, je kunt niet alleen de vinkel zelf eten, maar ook vinkelzaad gebruiken. Daar heb ik ook een plaatje van, omdat ik het niet in huis had. Dit is vinkelzaad, daar kun je heerlijke thee van trekken. Wat je ook kunt doen, en dan kom ik gelijk op de smaak van vinkel terecht. Er zijn mensen en die mijden vinkel omdat ze niet houden van de anijsachtige smaak. En van de week had ik een quote dat als je niet van beschuit met muisjes houdt, dan kun je vinkel ook wel vergeten. Nou, Vera zei heel terecht dat beschuit met muisjes smaken veel anijsachtiger dan deze vinkel. Hier is de smaak eigenlijk veel genuanceerder, veel milder aanwezig. Maar als je echt niet van anijs houdt, dan zul je hier toch een beetje moeite mee hebben. Maar echt, beschuit met muisjes smaakt nog veel anijsachtiger. Want daar zit anijszaad in en dit is vinkel, dus iets zachtere smaak ervan. Als je nou zegt, joh, ik vind hem hartstikke lekker vinkel, maar die smaak zou voor mij ietsje nadrukkelijker aanwezig mogen zijn. Dan kun je overwegen om vinkelzaad mee te koken, mee te bakken, want dan wordt die smaak eigenlijk nog meer opgehaald. Dus dat kun je doen als je hem inderdaad nog meer naar vinkel wil laten smaken of naar anijs. Nou, ik heb net al gezegd dat je eigenlijk de hele knol kunt opeten. Wat ik zelf wel doe, als ik bijvoorbeeld soep maak,
Nou, ik haal het loover dan af. Die kan ik eraf plukken of met een mesje er even afsnijden. Maar ook als ik een salade maak, dan haal ik het loover eraf. Dat is prachtig decoratief. En dan aan het eind, als de soep klaar is, dan doe ik het fijn geknipte loof als decoratie erop of een paar plukjes. Kun je ook met salade doen. Maar het loof is prachtig fris groen van kleur, eigenlijk zonder hem weg te gooien. Want het is gewoon eetbaar. Maar vooral als decoratie is die hartstikke leuk. Dus als eetbare decoratie kun je hem gewoon echt helemaal, kun je het loof ook helemaal gebruiken. Goed, nou wat is er, waar smaakt het naar, dat heb ik net verteld. Dan, wat kun je ermee? Het is echt een eindeloze groente. Je kunt hem roerbakken, je kunt hem bakken, stoven, smoren. Je kunt er soep van maken. Vinkelsoep is echt hartstikke lekker. Degene die het programma 365 dagen gezonder van A tot Z hebben gekocht, nou, die hebben een heerlijke venkelschotel gekregen. Of krijgen hem nog. En ik weet nog goed dat Anna, die zei in het begin dat ze nooit venkel at. En nu echt wel een paar keer per week. Omdat die venkelschotel zo ongelooflijk lekker is. En super gezond ook. Dus die eten nu echt een paar keer per week venkel. En dat vind ik dan zo leuk. Als ik mensen kan inspireren om nieuwe groenten te ontdekken. En inderdaad ook daar echt fan van te worden. En zo gezonder te gaan eten. Dus dat. Maar nou nog iets. Wat je er ook van kunt maken is venkelvla. En ik heb hier een beker met venkelvla. Het is een prachtige lichtgroene vla. En dan krijg je morgen om 8 uur van mij het recept van. Het is een vla op basis van venkel, chiazaad zit erin, avocado, amandelmelk. Het is een hartstikke makkelijk recept. En morgenochtend om 9 uur beloof ik je dat die op de site staat op deze pagina. Dus dan kan je er heerlijk van genieten. En ja, als kinderen niet van venkel houden of niet van groenten. En je kan er zo'n heerlijke vla van maken. Ja, dat is toch eigenlijk fantastisch. En het is een vla voor 2 personen. Maar dit was al voor, dit was een derde van de hoeveelheid. Nou, ik drink mijn buik vol op als ik hem op heb. Maar echt hartstikke leuk. Dus dat kan je er allemaal mee doen. Nou, daar waar let je op als je hem koopt, heb ik net eigenlijk allemaal uitgebreid besproken. Ook wat kun je ervan gebruiken. Ik denk dat het allemaal heel duidelijk is. En ik ben steeds meer bezig met alles van de groenten op te eten en niks meer weg te gooien. Het bloemkoolbladeren kun je eten. Je kunt zo ongelooflijk veel opeten. Zelfs uienschillen, daar maak ik nog een heerlijk geurig kruid van, wat ik gebruik in de keuken. En eigenlijk gooi ik bijna niks meer weg. En net wat ik zeg, als deze topjes heel erg ingedroogd zijn, heel klein stukje eraf snijden. Maar eigenlijk proberen echt alles op te eten. In het kader van de duurzaamheid natuurlijk. Maar ook omdat juist vaak in de schillen en in het loof hele gezonde eigenschappen zitten. We hebben toevallig een paar weken geleden was rode biet aan bod. En ook rode bietenblad kun je heel goed eten. En dat is zelfs nog gezonder als de rode biet zelf. He, dus probeer rode biet ook met blad van al te kopen. Zal niet altijd meevallen, maar eet gewoon echt zoveel mogelijk alles op. Nou, en dan uiteindelijk, waarom is het zo gezond? En ik heb hier een speakbriefje bij me. Want ja, de rij van gezondheidsbevorderende eigenschappen is echt eindeloos. En zeker als je tot op heden nog niet gewend was om venkel te gaan eten of te eten, probeer het alsjeblieft een keer uit en begin dan van mij met deze vla. Hier proef je de venkel eigenlijk niet in. Dan een keer een venkelsoep en dan een keer gebakken. Met vis is ideaal, met kokosroom erbij. Dat is echt allemaal hartstikke lekker. Dus probeer het dan verliefde op te bouwen. Maar ik denk dat het over het algemeen echt wel meevalt. Vind je die een nice smaak lekker, dan kan je venkel zeker heel erg waarderen. Nou, dan alle gezondheidsbevorderende eigenschappen. En we beginnen ermee dat het bloedarmoede kan helpen voorkomen. En heeft te maken met het feit dat venkel boordevol met ijzer zit. En ijzer transporteert bloed in het lichaam. En daar hebben we het ook met de rode biet over gehad. Als je dat gebruikt voordat je gaat sporten, dan komt er meer zuurstof in je bloed. Dan heb je een hoger uithoudingsvermogen, een groter uithoudingsvermogen. Geldt voor venkel eigenlijk net zo. Je kunt het dus gebruiken voor het sporten. En dan zul je gewoon meer uithoudingsvermogen hebben en gewoon beter kunnen presteren. Dat is ook eigenlijk hartstikke mooi. Het heeft alles te maken met de ijzer in venkel. Hij die transporteert het ja, eigenlijk de ijzer door het lichaam, zeg maar. Maar ook de aanmaak van door de hemoglobine wordt eigenlijk meer gestimuleerd. En dat is een onderdeel van het bloed. En dat zorgt voor zuurstoftransport. Daar gaat het eigenlijk om. Dus daardoor voorkom je bloedarmoede en voel je je energiek en minder vermoeid. Nou, als ik zie hoeveel mensen erg vermoeid zijn op dit moment, dan denk ik eigenlijk hartstikke mooi als mensen daardoor meer energie krijgen.
Nou, dan zit venkel bomvol met antioxidanten. En ik heb het al vaker uitgelegd, ik doe het gewoon nog een keer. Herhaling is gewoon een krachtig medium en er zijn ook altijd nieuwe mensen. Dus even uitleggen wat inderdaad antioxidanten zijn. En probeer je voor te stellen dat het lichaam opgebouwd is uit allemaal mooie ronde bolletjes. Niet zoals deze venkel, maar allemaal mooie ronde bolletjes. En jouw cellen in jouw lichaam die worden steeds belaagd door vrije radicalen. En die vrije radicalen die proberen die cellen aan te vallen en ziek te maken. En antioxidanten zijn, als de vrije radicalen de terroristen zijn, dan zijn de antioxidanten zijn eigenlijk de soldaatjes, de beschermers van de lichaamcellen. En die beschermen jouw cellen tegen die vrije radicalen. En die kunnen daardoor helpen om ziektes gewoon op afstand te houden. En dan mag je echt denken aan allerlei degeneratieve ziektes. De cellen worden beschermd tegen al die degeneratieve ziektes. Dus probeer daarom zoveel mogelijk antioxidanten binnen te krijgen. En venkel zit dus boordevol met antioxidanten. Dus eigenlijk hartstikke belangrijk. Nou, hoe krijg je nou vrije radicalen binnen? Onder andere door roken, door geneesmiddelen, door frituurvet, door te veel bewegen, te weinig bewegen, door alcohol, door de milieuverontreiniging. Dat zijn allemaal vrije radicalen. En een van de grootste en ernstigste vrije radicalen is misschien wel stress. En ik denk dat zeker in deze tijd, ik bedoel, corona is er nog steeds. En dat zeker in deze tijd veel mensen last hebben van stress. Nou, en als je dan weet dat die vrije radicalen daardoor meer spel krijgen, meer kans krijgen om die cellen te beschadigen, is het heel erg belangrijk om voldoende antioxidanten binnen te krijgen. Je kunt dat doen door supplementen te gebruiken, dat is natuurlijk heel belangrijk. Maar de basis is altijd gezonde voeding. Nou, dan helpt venkel bij de spijsvertering en kan winderigheid voorkomen. En dat heeft te maken met een stofje wat erin zit, dat is asparaginezuur. En het asparaginezuur laat bij hele kleine beetjes lucht vrij uit de darmen. En je kunt je voorstellen als je lucht ophoopt in de darmen, nou dan kan het op een gegeven moment nogal gaan knetteren. En ik weet dat veel mensen daar last van hebben, dat je op een gegeven moment opstaat van je stoel. Op de meest gênante momenten knettert er iets aan de achterkant. Nou, dat is echt niet fijn. Maar in ieder geval, als je dus venkel binnenkrijgt en die asparaginezuur, die laat bij kleine beetjes die lucht vrij, waardoor ophoping van gassen voorkomen kan worden en waardoor je minder knetterende scheetjes laat. En dat is eigenlijk hartstikke, ja, dat is toch je grote redmiddel in nood. Ja, nou dan zitten er bestanddelen in die de afscheiding van spijsverteringssappen stimuleren, waardoor absorptie en afbraak van voedingsstoffen wordt ondersteund. Nou, dat is toch een mooie zin. Ik hoop dat je allemaal kunt onthouden. Dan zit er heel veel vitamine C in en die ondersteunt het immuunsysteem. Ook in deze tijd hartstikke belangrijk om je immuunsysteem super te ondersteunen en zo weerbaar mogelijk te zijn tegen wat voor ziekte dan ook, maar zeker tegen corona. Dan zit er kalium in en kalium staat erom bekend dat het zuurstoftoevoer naar de hersenen stimuleert. Daardoor gewoon een betere hersenwerking, betere concentratie, beter geheugen. Als jouw hersenen meer zuurstof krijgen, heb je A, minder kans op hersendegeneratie, maar ook meer kans op beter functionerende hersenen. Nou, dat is ook niet verkeerd, denk ik. En is zeker ook een bescherming tegen bepaalde ziekten zoals Alzheimer, Parkinson, is een hele boute uitspraak. En ik zeg ook niet, als je maar regelmatig venkel eet, dat je daardoor die ziektes kunt voorkomen. Maar het helpt je hersenen te beschermen tegen allerlei ernstige ziektebeelden. Dus toch echt wel de moeite waard om het regelmatig te gebruiken. Nou, de meeste van die ziektebeelden zijn gewoon eigenlijk voedingsgerelateerd. Slechts 30% genetisch en voor de rest voedingsgerelateerd. En als je dan weet dat venkel kan helpen jouw hersengezondheid te stimuleren en te ondersteunen, nou, dan is het voldoende reden om toch regelmatig venkel te gaan gebruiken. Het reguleert de bloeddruk. Ik heb net al gezegd, er zit kalium in. En kalium helpt dus ook om de bloeddruk te verlagen, omdat het de bloedvaten min of meer verwijdt. Nou, een verlaagde bloeddruk is natuurlijk eigenlijk ideaal. Er lopen heel veel mensen met te hoge bloeddruk en daardoor bloeddrukmedicatie. En als je weet dat je door een eenvoudige venkel dat soort dingen kunt helpen op te lossen, nou dan denk je, jongens, ik ga zo meteen naar de winkel om venkel te halen. En zeker als je weet dat je er morgen een heerlijke vla van kunt eten. Dus eigenlijk hartstikke leuk om op die manier je gezondheid te ondersteunen.
Dan, het is antibacterieel. Ook dat is in deze tijd ook hartstikke belangrijk. Hè, dat je zo weinig mogelijk bacteriën als belagers krijgt. Bacteriën kunnen zich vastzetten in je lichaam en je immuunsysteem ondermijnen. En daardoor word je ook vatbaarder voor virussen. Dus al die dingen spelen eigenlijk met elkaar samen. En er zijn bepaalde stofjes in venkel die in staat zijn om bacteriën op te ruimen. Het zijn een aantal stoffen die dus ziektes daardoor, onder andere diarree, kunnen tegengaan. Dus ben je iemand die makkelijk last heeft van diarree, neem dan regelmatig wat venkel. Zeg je nou net, ik ga echt niet elke dag venkel op mijn menu zetten, wat ik echt wel kan begrijpen, want ook variatie is heel belangrijk. Maar denk dan inderdaad eens aan venkelzaad, venkelthee, dat soort dingen. Maar als je gewoon venkelzaad koopt, zo moet ik hem houden, dan kun je heel eenvoudig van venkelzaad kun je thee zetten, een plukje venkelgroen erin of gewoon wat vers gesnipperde venkel in je thee. En zo kun je toch voldoende venkel binnenkrijgen op allerlei verschillende manieren. Dan heeft venkel twee stofjes en je mag de namen van de stoffen weer vergeten, maar het zijn annatol en cineol. Sorry. En die zijn in staat om slijm op te lossen. Dus ben je nou iemand met echt longproblemen of je hebt iemand in huis met longproblemen, eet eens wat vaker venkel. En ja, weet je, als ik al mijn gezondheid bevorderende eigenschappen genoemd heb, dan denk je misschien dat ik zo elke dag venkel moet eten, maar natuurlijk moeten we variëren. En maar op zich is venkel wel echt een van de, ik zeg wel, het is superfood van eigen bodem. En superfoods zijn hartstikke hip. Chiazaad, chlorella, goji besjes, allemaal superfoods. Maar venkel is een superfood van Nederlandse bodem. En wil je duurzaam eten, want duurzaam eten begint niet alleen bij je eigen gezondheid te ondersteunen, maar ook om de wereld te ondersteunen. En je kunt de wereld ondersteunen door zoveel mogelijk voeding te eten van eigen bodem. En venkel is een superfood van eigen bodem, waarmee je je gezondheid ondersteunt, maar ook inderdaad het milieu en de wereld ondersteunt. Eigenlijk een aantal belangrijke aspecten. Nou, dan ondersteunt venkel de leverfunctie. Het heeft namelijk een reinigend en vochtafdrijvend vermogen. Nou, heel veel mensen zeggen, Junetti, als ik venkel gegeten heb, dan weeg ik de andere dag wat lichter, dus ik eet maar wat vaker venkel. Nou, dat is een beetje een droom die ik nou in duigen ga schoppen. Want het komt omdat venkel vochtafdrijvend is. Dus logisch, als je venkel gegeten hebt, je gaat de andere dag op de weegschaal staan, dat je inderdaad vocht kwijt bent. En dat je daardoor een paar kilo lichter kan zijn of een kilo lichter kan zijn. Maar het is dan eigenlijk meer vocht wat je afdrijft. Toch kan ook dat hartstikke belangrijk zijn om vocht af te drijven, want daarmee voer je ook afvalstoffen af. Dus eigenlijk ook wel hartstikke belangrijk. Nou, afvallen is dus een aspect van venkel eten. Ook niet verkeerd, maar nogmaals, het is dus vocht. En dan als laatste een frisse adem. Als je makkelijk last hebt van een minder frisse adem, dan kun je gewoon wat rauwe venkelblokjes kauwen of gewoon door je salade doen. Maar ook het kauwen op venkelzaad. Dus gewoon een lepeltje venkelzaad pakken, daar uitgebreid op kauwen. En het kan jou inderdaad een frissere adem geven. Ik weet niet of je nog weet wat ik verteld heb net, dat venkel is antibacterieel. Je mond is vaak een haard van bacteriën. Nou, dan kun je goed poetsen, mondwater gebruiken, met een tongschraper werken. Maar als je regelmatig kauwt op wat venkelzaad, dan krijg je eigenlijk hetzelfde effect. Plus, als je het ook nog het vocht wat daarbij vrijkomt inslikt, dan reinigt het ook nog je slokdarm eigenlijk van bacteriën. Dus het gaat heel diep die reinigende werking. Dus ook die frisse adem is denk ik gewoon een enorm groot voordeel van venkelzaad. Goed, dit waren de 12 gezondheidsbevorderende eigenschappen. En laat eens even weten via de chat, geef eens even antwoord op mijn vraag. Denk je dat je met deze wetenschap wat vaker venkel gaat gebruiken? Want misschien gebruik je ze heel vaak, misschien niet. Maar laat ze even weten via de chat of je nu inderdaad wat vaker van deze heerlijke knol zal gaan genieten. Nou, dan is venkel is goed om de darmen rustig te krijgen. Ik heb net al verteld dat het steeds een beetje lucht vrijlaat, waardoor je minder ophoping van lucht krijgt in je darmen en daardoor meer of minder problemen van je darmen krijgt. Veel huilbaby's hebben gewoon last van darmkrampjes. Is vaak een ophoping van lucht. Het kan zijn door het drinken, het gulzig drinken aan de moederborst, waardoor ze heel veel lucht binnenkrijgen. Die lucht kan op gaan hopen in die darmen en het kan enorm veel darmkrampen geven. En daardoor kunnen babytjes echt behoorlijk gaan huilen. Nou is venkel dus inderdaad, ik heb het net verteld, laat beetje bij beetje die lucht los, waardoor je minder darmkrampjes kan krijgen en dus waarschijnlijk minder huilende baby's. Maar dan gaan moeders vaak
venkelthee geven aan de baby. En het kan wel, maar als je nou borstvoeding geeft, is het beter om als moeder zelf meer venkel te gaan eten of te drinken. Waardoor de venkel meer of meer voorverteerd komt bij de baby via de moedermelk. En dat is beter dan dat je de baby zelf venkelthee geeft. Dus dat is eventjes iets om over na te denken. Maar dan gaat het inderdaad ook die lucht bij die babytjes beetje bij beetje loslaten. Waardoor ze minder last hebben van darmklachten en darmkrampjes. Nou, dat lijkt me een heel groot voordeel. Dus dat is ook misschien iets om in de gaten te houden. En door te geven aan mensen die een babytje hebben waarvan je weet dat het veel huilt. Maar nogmaals, niet overdrijven. Variatie is altijd, altijd, altijd de sleutel. Wat ik heel vaak merk als ik een uitzending gegeven heb, en dat gaat nu ook gebeuren, zeker te weten. Ik weet zeker dat je zo meteen naar de winkel rent om venkel te kopen. Maar als ik iets verteld heb van iets wat heel gezond is, dan gaan mensen vaak als een malle aan dat product. Dat ze het echt, bij wijze van spreken, elke dag gaan eten. Nou, weet je, dat bedoel ik eigenlijk met variatie. Dus zoveel mogelijk variëren is eigenlijk het beste wat er is. En dan uiteindelijk is venkel stimuleert ook de borstvoeding. Dus stel dat je iemand kent die een babytje heeft gekregen en borstvoeding wil geven, maar het komt niet goed op gang. Beschuit met muisjes is niet voor niks, want anijs stimuleert de borstvoeding, maar ook venkel. Dus dan zou ik inderdaad zeggen, joh, neem een lekker venkelsoepje. En dan misschien in het begin eventjes om de andere dag, maar ook weer niet overdrijven. Dan kan je en de kleine via de moedermelk helpen om darmkrampjes te verkopen. Voorkomen, sorry. Maar ook kun je inderdaad dan daardoor de borstvoeding op gang brengen voor de moeder zelf. Dus dat is ook nog een leuk voordeel. Goed, lieve mensen, ik ben aan het einde van mijn Latijn. Nee, niet echt, dat is een grapje. Ik zal eens even kijken of er nog mensen gereageerd hebben, of er nog vragen binnengekomen zijn. Karen is erbij, Rini. Rini eet nooit venkel. Rini, denk je dat het nu gaat veranderen? Ja, Ans Levering zegt sowieso, de venkelzaadjes ga ik ook vaker gebruiken. De zaadjes weer een goede tip, zegt Erna. Dankjewel, Erna. Ja, zeker vanmorgen meteen gekocht. Dini, je bent al in voorwerk geweest. Je hebt het al gekocht. Hartstikke goed. Ga ik zeker doen. Lieve zegt, ik lust het al, maar eet het niet vaak, maar gaat nu veranderen. Ja, zeker te proberen. Straks even terugkijken. Ja, hele goede eigenschappen. Zaad gaat zeker nog meer eten. Ja hoor, nu ik dat weet, ga ik het wel meer gebruiken. Ja, nou, hartstikke leuk jongens. Wat leuke reacties. De kennis die ik nu met jullie gedeeld heb, die komt allemaal voor in mijn online inspiratieprogramma 365 dagen gezonder van A tot Z. Heel veel kijkers hebben zich daar al op geabonneerd. Maar zit je nou te kijken, je zegt u net, dat programma heb ik nog niet. Je kunt het nu aanschaffen. Je kunt het in zijn geheel aanschaffen, maar ook in een maandabonnement. En nu nog steeds is de eerste maand gratis. Ik zal zo meteen de link om je aan te melden boven deze video zetten. Dan kun je je aanmelden voor het online inspiratieprogramma, het maandprogramma. Dat houdt in dat je een jaar lang elke maand €15 betaalt voor het maandabonnement. Maar als je gebruikt de code in hoofdletters gezondheid, dan gaat er meteen €14,99 van je eerste bedrag af. Dus je betaalt een 1 cent voor de eerste maand. Die eerste cent is nodig om je in het systeem te krijgen. En daardoor ga je iedere dag van mij een mailtje krijgen. Probeer je te realiseren, een jaar lang rond elke dag een mailtje van Nettie met dit soort bijzondere informatie, maar ook die heerlijke venkelschotel en heerlijke andere recepten. Het is een zeer waardevol programma, hoor ik van degene die het al gevolgd hebben of die er nog mee bezig zijn. Dus echt een reden om het gewoon lekker aan te schaffen, om sowieso die eerste maand gratis uit te proberen. Bevalt het je niet, zeg je Nettie, leuk, dankjewel en een mailtje weer af. Zo simpel kan het zijn. Maar echt de moeite waard, staat heel veel leuke informatie in. Goed, dit was het voor vandaag. Dan volgende week gaan we de weegschaal het raam uitgooien. Nou, dat is ook wat. Ik weet dat er heel veel mensen zijn die echt bijna spastisch is een beetje raar woord. Dat bedoel ik eigenlijk niet. Maar bij wie de weegschaal zo ongelooflijk belangrijk is. En volgende week ga ik vertellen dat de weegschaal op zich wel belangrijk is, maar dat het echt niet zaligmakend is. En dat het veel belangrijker is om regelmatig je lichaam door te meten dan alleen maar te wegen. Want wegen kan je enorm voor de gek houden. En het kan obsessief. Dat wilde ik eigenlijk laten weten. Dat veel mensen obsessief van de weegschaal gebruik maken. En dat de weegschaal zaligmakend is. En de weegschaal is niet zaligmakend. Het is een leuke tool om een beetje in de gaten te houden. Maar volgende week ga ik vertellen wat er nog meer belangrijk is om in de gaten te houden. Om te kijken of jouw gewicht, maar ook je gezondheid in ieder geval optimaal blijft.
Goed, lieve mensen. Nou, morgen nogmaals het recept van deze overheerlijke vla. Het ziet er een beetje uit als vanillevla, alleen is het ietsje groener van kleur. Wil je hem ietsje dikker, doe je er gewoon ietsje meer chiazaad doorheen. Maar dat vertel ik morgen allemaal wel in het recept. Ik ga deze zo meteen lekker opeten. Heerlijk. Even kijken of er nog meer vragen binnengekomen zijn of antwoorden. Vera zegt, ja hoor, nu ik dat weet gaan we het meer eten. Niet als een malle ermee aan de gang gaan, Vera. Gewoon wel variatie erin houden. Goede eigenschappen. Even kijken hoor. Ik heb een paar venkelplanten geplant in de tuin. Wat leuk, Sjanne. Hartstikke goed. Ja, ze worden echt 2 meter hoog, hè. Alberte zegt, wat een belangrijke info net. Die gaat dat vaker gebruiken. Het is weer super. Hartstikke leuk. Blijft de werking ook hetzelfde als je het in het zuur maakt? Als je het in het zuur maakt wel, maar je brengt me gelijk op een idee, Claudia. Je kunt venkel namelijk ook fermenteren, je kunt in het zuur maken. Dan blijft de werking behouden. Ook als je venkel bereidt in een soepje of roerbak of zo, dan houdt hij nog wel min of meer zijn eigenschappen. Maar rauw doet hij meer voor je dan gekookt of bewerkt. En in zuur of gefermenteerd, dan wordt het eigenlijk een soort van voorgefermenteerd zonder dat het verhit wordt. Dus dan blijven de gezonde eigenschappen zonder dat de vitamine C en de ijzer, of sowieso de vitamine C, gedood wordt. Want vitamine C verdwijnt bij verhitting. En als je de venkel dus rauw eet, of inderdaad in die vla, dus ook rauw, dan is het eigenlijk nog beter, dan doet hij eigenlijk nog meer. Dus een hele goede vraag. Ja, dus fermenteren en in zuur leggen is een soort van voorvertering zonder dat het verhit wordt, waardoor alle eigenschappen inderdaad nog meer behouden blijven. Hele goede vraag. Venkel appelsap heeft Viviane gemaakt, lijkt me hartstikke lekker. Walnotenlikeur gemaakt met sterrenijs, had ik ook venkelzaad kunnen gebruiken. Sterrenijs heeft nog een veel sterkere smaak. Als je zo'n likeur maakt, dan is het juist belangrijk dat dus de smaak echt extreem aanwezig is. En van die anijssterretjes, oh, die zijn zo lekker. Maar die hebben een veel uitgesprokener anijssmaak dan venkel. Venkel is licht anijsachtig. En in zo'n likeur zou ik echt sterk anijssterretjes gebruiken. Ja, Ans zegt, ik heb met borstvoeding ook venkel en anijs gebruikt. En later met doorkomen van de tandjes venkelthee op het... Even kijken, kan ik dat openklikken? Nee, dat kan ik niet openklikken verder. Ans, ik kan het niet verder lezen, behalve die eerste zinnetjes. Katrien is benieuwd naar de vla. Ja, goed lieve mensen. Dank dat je er was, zegt Erna, graag gedaan. Vera zegt, 365 is top. Was heel leuk. Dankjewel Vera. Ja, 365, echt de moeite waard, zegt Jos. Anneke zegt, het was weer duidelijk, we eten vandaag de venkelschotel. Oké, goed lieve mensen. Nou, ik ga afsluiten. Ik ga gauw de link om 365 te boeken boven deze video zetten. Allemaal hartstikke bedankt voor het kijken. En tot volgende week, dan ben ik er weer. Fijn weekend en tot dan. Doei doei.